arena. Lewis met een hele belangrijke leg voor hem. Hij moet deze leg, die hij zelf mag beginnen, winnen. Anders wordt het heel erg lastig. 5-1 de voorsprong voor Gary Anderson. En die begint weer op de manier waarop hij eigenlijk de wedstrijd staat te gooien. Met veel triple 20's. Lewis blijft in dat opzicht toch achter. Mist ook de triple 19. Hier ook twee keer weer. En dan is het initiatief alweer. Terwijl hij pas drie pijlen gegooid heeft aan de kant van Gary Anderson in deze leg. 125. Er zit er één zo'n afzwaaier bij, een grote 5, maar zitten er wel weer gewoon twee triple 20's in. 125. Ja, nu is het antwoord van Lewis er wel. Maar ja, voorlopig heeft Anderson het initiatief. En weer die eerste pijl, hè, die valt. 100. Ja, dat is dan als eerste voor 136. Met Lewis op een finish. Dus we hadden wel gewild. Hij krijgt hem niet. Mag hij nog weer terugkomen? Het is een hele hoop voor Lewis, hoor. 164. Twee keer triple 19. Eén erin. Twee. Er ook in. Bullseye voor Lewis. Oh, zo. Net niet. Dat scheelt weinig, zeg. Dat scheelt weinig. Belangrijk moment in deze partij. Anderson nu. Drie pijlen voor tops. En meteen staat hij toe. En brengt hij de stand op 6-1. In zijn voordeel. Ja, Lewis, het scheelde heel weinig. Bitter weinig. Maar ja, hij gooide Bullseye niet. Hij staat 5 legs achter. En Anderson gaat gewoon door. Het zou wel eens een aardige schoppering kunnen zijn voor Lewis als het op deze manier voortgaat. Het is een beetje in de traditie van de Premier League finales. Vorig jaar was een prachtige finale, spannend, had alles in zich zitten. Eigenlijk alle andere finales van de Premier League ze zijn nooit heel spannend geweest. Taylor won ze over het algemeen makkelijk. In 2005 van Boyd 16-4. Tegen Scholten 16-6. Jenkins 16-6. Dat zijn allemaal hele ruime uitslagen. Hoppakee. De vierde van deze finale. 480 scoren voor Gary Anderson. Brengt hem op 151. Lewis ver verwijderd van de finish. 6 pijlen minimaal voor Anderson. Dus kan hij rustig naar beneden werken. Geen triple. Het zal hem een zorg zijn. En Lewis kan deze leg eigenlijk ook al gevoelig op zijn buik schrijven. Ja, daar heeft hij ruimte genoeg voor. Kan deze finale op zijn buik schrijven. Triple 18 voor Anderson. En dubbel 12 om er 7-1 van te maken. 17. Nou, dat is van een flink stukje ernaast. Ja, Adrian Lewis heeft zeggen en schrijven in de hele finale tot nu toe 2 darts op dubbel gehad. Die waren allebei in leg 5. Dat is ook de enige leg die gewonnen heeft. Hij komt gewoon niet in de buurt. Anderson, dubbel 12 voor 7-1. Zo. Ja, daar zit er een mijl vandaan. Dubbel 3. Ja. Het maakt niet uit, als je dan toch met je derde pijl toeslaat, dan geef je je tegenstander heel even hoop. Maar die hoop wordt dan het bord ingeboord. En Lewis, kijk naar dit begin. Ja, het gebeurde Lewis in oktober vorig jaar in Dublin. Hij wint van Phil Taylor in de halve finale. En dan moet hij alleen nog even in de finale spelen. Dan moet hij het opnemen tegen James Wade. En die wedstrijd is gewoon niet dezelfde wedstrijd als de halve finale. Zo opgelucht dat hij eindelijk een keer van Taylor had gewonnen. Dat hij vergat de finale te spelen, zou je bijna kunnen zeggen. En dan denk je van ja, dan zal hij daar nu wel van geleerd hebben. Ja, dat blijkt dus niet zo. Ja, als Lewis deze leg, die zelf is het mogen beginnen, ook nog verliest, dan is het over en sluiten. Alhoewel je natuurlijk nooit weet. Je kan een chokende speler krijgen. Maar ik geloof niet dat Anderson gaat gebeuren.
in deze finale. Ja, we hebben natuurlijk ook nog Robert Thornton gehad die de Windmar World Masters heeft gewonnen. Moeten we ook niet helemaal vergeten natuurlijk. Nou, hij heeft alles in zich, deze Gary Anderson, om misschien wel de grootste Schotse speler aller tijden te worden. Want hij heeft natuurlijk nog wel een paar jaar te gaan in principe. 40 is hij. 83. En wie weet wat zo'n eerste titel met hem doet. Misschien is de band wel gebroken nu. Ja, nogmaals, debuteert dus in de Premier League dit jaar, in 2011. 100. Mede door zijn goede optreden op het WK. Toen kon hij het niet waarmaken in de finale tegen dezezelfde tegenstander, tegen Edwin Lewis. Maar nu maakt hij gehakt van de Brit. Triple 17. Ja, nu is het wel tijd voor die bullseye. Kom maar. Nu kan het wel als je 8-1 voor staat. Nu hoeft het niet meer zakelijk. En hoe zal Van Barneveld dit beleven? Was er zo dichtbij tegen Gary Anderson. Had ook zomaar andersom kunnen zijn. Maar ja. Hij gooide de laatste pijl tegen Van Barneveld. En dat doet de winnaar altijd in een partij darts. Nou, Lewis gaat normaal gesproken aanlopen tegen een achterstand van 9-1. En dus krijgen we hier in Londen door deze dubbel 4 een 9-1 voorsprong voor Gary Anderson. En mogen we toch alvast een voorschot gaan nemen dat Gary Anderson de Premier League darts gaat winnen. Of, ja, je weet het nooit, Lewis begint met 180. Ik heb ooit nog eens een finale van Lakeside gedaan, waarin iemand 6-0 in sets voorkwam. Toen had ik al mijn spullen opgeborgen, want het ging tot 7. Toen kwam de tegenstander terug tot 6-6 in set. Maar ja, het ziet er niet naar uit dat dat vandaag gaat gebeuren. Misschien nog een lag voor Lewis. Deze lag die hij zelf is begonnen. 100. De eindscore om nog wat draaglijker gezicht te geven. Maar eigenlijk is de conclusie gerechtvaardigd dat de spannendste partij die was tussen Van Barneveld en Anderson. Die halve finale waarin Van Barneveld voorstond, waarin die uiteindelijk knap terugkwam met een geweldige finish van 137 tot 6-6. Maar daarna sloeg deze 40-jarige Schot, die in Engeland woont, alsnog toe. Dubbel 6 gegooid door Lewis en terug tot 9-2. Ja, het is jammer, want je verwacht er zoveel van een finale tussen twee mannen die op papier zo dicht bij elkaar zitten. Die zo'n lekker tempo hanteren. Ja, dan is het echt jammer dat een van de twee het gewoon niet heeft. En dan zie je dat darts dus echt een spel is van vorm. En die vorm die kan er dus zo zijn, want tegen Taylor speelde die goed. En die kan dus, nou wat is het, anderhalf uur later, twee uur later, ook weer zo weg zijn. Blijft een momentopname. De Schotten gaan feest vieren hier in Londen. 16. Het enige dat Lewis misschien nog op de been houdt is dat hij in Glasgow 8 legs achter elkaar wist te winnen van Anderson. Maar ja, het lijkt toch ongelooflijk als dat zou gebeuren. Ik kan me het ook niet voorstellen dat dat gaat gebeuren. Anderson naar een finish toe. Hij heeft gewoon nog één goede beurt nodig voor 140. 100. Zet hem weg op 80 en mag gaan gooien voor de titel. Vene Vidi Vici. Gary Anderson debuteert in de Premier League darts. Haalt dus voor de eerste keer de halve finale. Haalt voor de eerste keer de finale. Eén pijl voor tops. Nou, niet alles lukt meteen. En dus Lewis met de kans toch om nog een keer terug te breken. Tops. Naar tops. En dat mislukt. Nou, Gary Anderson voor een 10-2 overwinning.
En de ultieme revanche op Adrian Lewis. De revanche voor de verloren WK-finale. Dubbel 10. En hij valt niet. En dat zijn 4 matchdarts mis. Nou, Lewis kan deze wedstrijd nog even verlengen. Dubbel 5. En dat doet hij. 9-3. En dus gaan we weer naar een break toe. Ja, Lewis baalt daarvan. Was dat even vergeten. Maar na 12 legs gaan we ook naar een break. En Anderson moet dus nog een keer terugkeren. Zo dadelijk aan de hockey. Om uiteindelijk deze partij binnen te trekken. Dat er vanuit komt de laatste leg misschien wel, of krijgen we er nog 2? Lewis is de 13e leg begonnen en hij is begonnen met 60. En dat betekent dat Lewis niet al te best is begonnen, maar Anderson 45. Ja, het zal toch niet gebeuren, Jacques? 100. Ja, hij heeft zoveel kansen. Hij heeft nu nog 7 legs te gaan om 1 legje binnen te halen. Maar goed, ja, als Lewis er nu een stuk of 3-4 achter elkaar wint, dan gaat het toch in je hoofd zitten. En hij heeft al 4 matchdarts gemist. Ja, dit is natuurlijk een leg die begonnen is door Lewis. Dus die mag hij ook normaal gesproken winnen. Blijft toch al met al een merkwaardige avond. Die kansloze nederlaag eigenlijk van Phil Taylor tegen Adrian Lewis. Ja, het enige echte gevecht was dat van Barneveld met Gary Anderson. Die wedstrijd op de 3e plek. Ja, die des keizers baard was eigenlijk. En dan deze toch aparte finale. Anderson naar 9-1. En Lewis nu met de kans om 3 legs op rij te winnen. Ja, het is gewoon voor de wedstrijd onder de 61 als de triple 20 erin zat. Nee, die gaat er niet in. 83. Ja.